Steeds weer zoek ik nieuwe aanvliegroutes om de essentie te naderen. Iets waarin ik nooit helemaal zal slagen. Elke roman is het manke broertje van een betere die zich uit de voeten heeft gemaakt. Een schrijver wil het universum kooien, maar het glipt steeds weer door de spijlen van het talige bouwwerk. Taal omvat niet, taal aait, botst, grijpt mis. Maar dat aaien, de lichtste aanraking, is mij wel veel waard. En dus blijf ik schrijven. Goedemiddag, van harte welkom op deze Paarse Zetenlezing met alweer een Nederlandse gast, Auke Hulst. Auke Hulst, Auke Hulst is schrijver, muzikant en literatuurcriticus. Hij groeide op in het gehucht Denemarken, boven op de gasbel van Slochteren. Zijn jeugd daar stond model voor zijn succesvolle derde roman Kinderen van het ruige land, over een gezin op het Groningse platteland, een jong gestorven vader en een dysfunctionele moeder die de kinderen grotendeels aan hun lot overlaat. Eerder publiceerde Alkehulst zijn debuut Jij en ik en alles daartussenin. Een doordacht en uitgebalanceerd verhaal over liefde, verlies en afscheid. En Wolfskleren, de zoektocht naar de identiteit van een Japanse uitwisselingsstudenten. Met tekenaar Raoul Deleu, maakte hij het literaire reisboek De eenzame snelweg in het spoor van Jack Kerouac. In 2015 verscheen Slaapzacht... Johnny Idaho, een dystopische roman over thema's als economische apartheid en toezicht. Het verhaal dat zich afspeelt in een toekomstig parallel universum staat stampvol maatschappijkritiek. Na jaar 2016 volgt de roman en ik herinner me Titus Broederland in een apocalyptische wereld waarin tweelingen beschouwd worden als duivelskinderen met een gedeelde zwarte ziel wonen. Titus Broederland en zijn tweelingsbroer wonen daar in hun eigen paradijs. In 2017 verscheen Motel Songs. Motel Songs, Een reisboek dat ook een album omvat die werd opgenomen tijdens een roadtrip van Philadelphia naar San Francisco. Een zoektocht naar de sporen van zijn literaire en muzikale helden, van onder meer Scott Fitzgerald, Prince en Hemingway. Het jaar daarop verscheen de roman Zoeklicht op het Gazon, een psychologisch portret van Richard Nixon, die zich uit armoedige omstandigheden wist op te werken tot het hoogste ambt, maar die er toch nooit van kon genieten. En Eind 2021 was de roman De Micokoshi Trost Baby Company onthaald als een voorlopig hoogtepunt in zijn bijzonder uivre. Haalde de shortlist van zowel de Libris Literatuurprijs, de Confituur Boekhandelsprijs en de Boekenbon Literatuurprijs. In de ruim 600 pagina's tellende knap vormgegeven roman krapt Alkehulst het vernis van een bodemloos verdriet om een kind dat nooit heeft bestaan en komt zo uit bij een nog ouder verdriet. De Michokoshi Troostbabycompagnie is met zijn vlechtwerk van geleefde, gedroomde en verzonnen geschiedenis meer dan een in memoriam, een memoriam aan een kind dat niet heeft bestaan. Ook benadert hier grote vraagstukken als abortus, ouderschap, liefdesplein, liefdespijn, levensangst en zelfhaat. En. Het is ook science fiction van een hoog literair niveau, een leeservaring die je niet snel vergeet. Over dit alles een gesprek met de Alke Hulst. Ja, als je dat zo opsomt, dan denk je dat is een hele vrolijke, vrolijke Frans. Misschien wel. Nou. Er was jeuk, er waren blikken, er waren veelzijdige opmerkingen. Er werd gefluisterd achter zijn rug. Kijk niet naar mij, dacht hij, ik besta niet. Ook daarom was hij steeds meer gaan lezen en schrijven. Om maar niet te hoeven zijn in zijn eigen lijf, zijn eigen tijd. Hij vulde zijn leven met papieren stemmen. Dat lees ik in Kinderen van het ja. Ruige Land. Ik herken het. Ja. Nou, dat is best wel bijzonder hoor, dat ik het herken. Want ik ken mijn eigen werk dus best wel slecht, omdat ik het niet teruglees. Tenminste, uh, zelden. Maar dit weet ik wel te plaatsen. Ja, we hebben vooral het gevoel dat erachter zit. Want daar ligt denk ik toch ook de oorsprong van uw schrijfcarrière. Ja. Ja, nou, ja. Um, even wat context bij dit citaat, denk ik. Um, dit komt uit Kinderen van het Ruige Land. Ik ben, zoals al gememoreerd, opgegroeid in een dysfunctioneel gezin... in het, wat nu het aardbevingsgebied is van Groningen. Uh, Groningsplatteland platteland, sowieso een moeilijk gebied um, en ons gezin stond een beetje buiten de samenleving, uh, omringd door hele religieuze mensen. Uh, wij zeer niet religieus en heel apart. Uh, ik ben uh, best veel gepest. Uh, We waren gewoon outcast, zo so, so simpel is het. En ik had ook heel erg last van, en dat is die jeuk, ik kreeg als tiener heel erg last van acne. En dat is geen feest. Uh, en ik, ik was dus vooral heel erg druk bezig met verdwijnen uit de wereld. En dat deed ik in eerste instantie vooral via science fiction. Ik las ontzettend veel science fiction. Ja, u, 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 meerdere... u, u vluchtte in het lezen ook. Ja. ja. En de kinderboeken. En ook al heel snel niet... in, het, in het schrijven. Nee, kinderboeken, ja. dat, dat had ik overgeslagen. Nee. On, onmiddellijk las ik, begon u aan Oorlog en Vrede op twaalfjarige leeftijd. Je hebt gestrand hoor. <laughs> nee, ja, dat was ook een beetje eigen dunk. Je vindt, ah, nou, kinderboeken, come on. Mm -hmm. Oorlog, en dan en u... Oorlog en vrede. Ja, dan komt u toch toevallig bij die science fiction terecht. Ja, toevallig en niet toevallig. Want ik was al mijn hele leven heel erg geïnteresseerd in uh, sterrenkunde en ruimtevaart. Dus in die zin is het niet, een, niet toevallig. Een van mijn favoriete boeken, een boek dat ik van uh, mijn vader had gekregen, was een, een boek over de planeten. Alle planeten, toen werd Pluto nog als planeet meegeteld... Alle negen stonden daar dan in met samenstelling, het aantal manen. Hartstikke, ik vond dat geweldig. Um, toen ik een jaar of elf, twaalf was, kreeg ik een bibliotheekkaart. Wat altijd fijn is om te memoreren in een bibliotheek. Uh, en uh, ja, toen heb ik op goed geluk wat science fiction boeken uit een kast getrokken. En toen dacht ik, het was alsof ik thuis kwam. Ook al was ik dan in de verre toekomst en de. En het ruime shop van het universum beland. Dat voelde als thuiskomen. Ja, maar je bent dan ook al meteen gaan schrijven op twaalfjarige ja. leeftijd. Stukjes die je ook gebruikte, blijkbaar voor kinderen uit het uh, kinder land. Van... Ja, de, 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 ja. eerste, de eerste pagina van mijn allereerste verhaal staat daarin. Een uh, klein beetje gepoetst, dat moet ik wel zeggen. Ja. Uh, ja, dat verhaal gaat over. Ik zeg er hier meteen bij, ik was dus twaalf. Het gaat over twee Amerikaanse wetenschappers die om mysterieuze reden, reden samen op vakantie zijn. Ik zocht daar helemaal niets homoerotisch achter. Dr. William Atkins en Dr. Frederick York waren op vakantie aan de Hollandse kust. En zul je net zien, daar stort een buitenaards schip <laughs> neer. En één vindt dat heel fijn, van yes, eindelijk. En de andere is... Een beetje geïrriteerd dat de vakantie is verpest. Ja, zijn we nu op vakantie? Eindelijk komen ze nu. Mm -hmm. Daar gaat het verhaal over. Ja, nu geeft u eigenlijk wel een verkeerd beeld van de science fiction die u schrijft, maar daar gaan Lopt. we het straks daar over, gaan we het hebben. over hebben. Ja, maar dit is wel een juist beeld van de science fiction die ik schreef toen ik twaalf uh, ja. was. Um, ik las ook dat u opnames maakte uh, samen met, u, met uw broer, uh, Nederlandse electro. Punk eh, was het met aanstootgevende teksten. Zeer aanstootgevend. Die, ja, een einde aan jouw carrière zouden kunnen eh, maken. Ik zal niet citeren. <laughs> het, ging over, het ging veel over seks, drugs en andere dingen. En moord. En ja, allemaal dingen waar wij niks van wisten toen we twaalf waren. Uh -huh. Later dan, het allereerste wat u hebt geschreven voor geld, was een serie artikelen voor, uh, rondom een uitgeverij die dan uh, in het blad Boekenpost terechtkwamen. U noemde het ook wel eens oude, ouwelijke stukken, als u ze nu waarschijnlijk opnieuw terugleest. Ja, ik was... Um Oké, okay, dit moet ook een beetje context hebben. Toen ik ging studeren, door mijn achtergrond was ik wel um, zeer sociaal angstig geworden. En ik durfde eigenlijk niet naar college. Ik durfde geen tentamens te maken, dus ik heb in vier jaar studietijd nul studiepunten gehaald. Een hele grote studieschuld opgebouwd. Maar ik durfde gewoon niet, maar ik ging wel naar de universiteitsbibliotheek. En ik was gefascineerd geraakt door F. Scott Fitzgerald en... Uh, en, en een groep schrijvers uit het Amerikaanse Interbellum, rond de uitgeverij Scribners. En rond een specifieke redacteur, Maxwell Perkins. En dan hebben we het over Thomas Wolfe, Ernest Hemingway, uh, F. Scott Fitzgerald. En nog wat minder bekende namen, Edmund Wilson, bijvoorbeeld. En toen dacht ik: ik ga, daar, ik ga een serie artikelen schrijven. En dat had ik naar de Boekenpost gestuurd, wat een, een, een klein boekenblad is in Nederland. Uh, en die hadden dat gepubliceerd, maar die dachten dat ik gewoon een of andere, een of andere figuur van 50 was. Ik was toen weet ik, 19, 20, ik weet niet hoe oud ik was. 20, denk ik. Uh, maar wat ik me nog herinner is dat ik op een zeker moment gebeld werd door een emeritus-hoogleraar. over dat stuk over Hemingway, want er zat een fout in. En hij belde mij, en ik weet nog heel goed dat ik in mijn onderbroek achter mijn bureau zat. En dus door een emeritus-hoogleraar werd gebeld, die net deed alsof ik van zijn leeftijd was. Uh, een hele rare ervaring. Wat ook heel raar was, was dat ik de telefoon had opgenomen, want dat durfde ik normaal namelijk niet. Mm -hmm. Als we dan uh, naar je eerste roman gaan, uh, je officieel debuut dan. Jij en ik en alles daartussenin. Je debuteert met een, een boek dat ver van die science fiction staat. Ja, en nee, want het wordt in principe dat boek wordt verteld door iemand die dood is. Mm -hmm. En volgens mij kan dat niet. Nee. Um, dus het is in elk geval: het, is in elk geval, het, heeft, het heeft iets magisch-realistisch, op zijn minst. Mm -hmm. um, en het is eigenlijk alleen geen science fiction, omdat er geen uh, wetenschappelijke verklaring is voor het feit dat deze. Verteller, doorleeft mm. naar zijn dood. Ja, als ik het lees, dit vind ik geen science fiction. Nee, dat ben ik denk ik wel met je eens. Mm -hmm. ja. in, in die roman is er het verlangen om alles over ja. te doen. Um, dat is een, een gegeven dat ook terugkomt in uw laatste roman. Ja, die twee zijn zeer verwant. Mm -hmm. um, ik weet niet of ik iets moet verklappen over de oud. Ja, laat ik dat gewoon doen. Um, die beide romans komen eigenlijk voort uit dezelfde moeilijke relatie die ik had ooit met een vrouw. Uh, en het gaat over. Ik heb die roman eigenlijk geschreven, en dat is een heel slecht idee. Dus ik heb wel een beetje problemen met die roman. Ik ga vanmiddag ook wat van mijn eigen werk afkammen. Uh, ik heb hem geschreven toen ik midden in de hectiek van die relatie zat. Dus een relatie die. In vijf jaar tijd, misschien gingen vijftien keer uit elkaar. Iedereen heeft, denk ik, wel eens zo'n onmogelijke liefde gehad. Zo'n uh, can't live with, can't live without. Uh, en ik zat er dus heel erg dicht op. Misschien is dat. Dat boek gaat over zo'n relatie en over uh, het verdriet van het verliezen van iemand, van wie je houdt. Uh, misschien. Ik heb wel eens gehoord dat het, dat het boek um, het troost gaf aan mensen die enorme liefdesverdriet hadden, omdat het heel erg dicht op het liefdesverdriet zit. Maar voor mij zit er een beetje te weinig distantie in daardoor. Mm -hmm. uh, want het is, het is zeer ongefilterd: liefdesverdriet op papier, eigenlijk. Ja, u hebt afstand genomen daarvan door te gaan reizen naar Amerika vooral. Ja. Daar zijn ook een aantal uh, boeken uitgekomen. Uw verschillende reizen naar Amerika, naar Japan ook. Ja. Mortals Songs bijvoorbeeld. In mijn allereerste reis, want ik was dus ook niet alleen bang voor het opnemen van de telefoon en andere dingen. Ik was ook bang voor reizen. Mm -hmm. um, en mijn allereerste reis was ongeveer in dezelfde tijd dat ik uh, jij en ik en alles daartussen inschreef. En heel veel liefdesverdriet had. Mijn broer die uh, uh, kwam heel vaak in Myanmar. En heeft, uh, heeft tot voor kort ook um, zeven jaar in Myanmar gewoond. Gevlucht voor de militaire coup in, inmiddels. En hij probeerde mij altijd mee te krijgen naar Myanmar. En ik, ik was zo in een stemming van, nou, niks kan me nog schelen. Alles is zinloos. Dat ik hem op een zeker moment had gezegd, ja oké okay, prima dan. dan ga ik. Dat was mijn eerste reis naar Myanmar. Dat was een eye-opener. En daarna ben ik heel veel gaan reizen. En inderdaad heel veel naar Amerika. Omdat u daar uw literaire huidiging opzoekt. Ja, ik voel me er op een hele gekke manier thuis. Uh, maar ik denk dat dat... Oké, okay, wij zijn allemaal natuurlijk een beetje opgegroeid als Amerikanen. On, on, onbewust. Uh, een van de rare dingen aan reizen in Amerika is dat je ergens komt... waar je nooit geweest bent, maar al heel vaak geweest bent. Die ervaring. En uh, wat ik het allerfijnst vind aan. Even los, van, even los van al die literaire helden en alles. Rijden in Amerika is. Uh, ik ken geen dieper gevoel van vrijheid dan dat. Uh, en dat blijf ik steeds weer opzoeken in, me, in mijn leven. Ik, ik was er um, afgelopen september met mijn kerstverse echtgenote, die hier in de zaal zit. Uh, op huwelijksreis. En dat was weer, toch weer heel fijn. En nu wil ik weer. Ja, want als ik het boek Motelsongs ja. uh, lees, ja, u gaat op reis, u, u, u vindt dat fantastisch, maar ondertussen komen er allerlei verhalen, vooral over uw vader, ja. naar boven, die u verwerkt ook in dat boek. Ja, um, Motelsongs is uh, ontstaan. Een, een vorige vriendin had mij gedumpt. Het is een veel voorkomend euvel. Geen tip aan mijn huidige vrouw. <laughs> Oké. <Okay. coughs> en, en die wilde nooit met mij naar Amerika, want die had een hekel aan Amerika. Die had iets tegen Amerika. En dus toen had ik een... Uh, nadat, de dag nadat ze mij gedumpt had, had ik als een daad van verzet een ticket geboekt naar Amerika. En toen dacht ik nou... Als ik nou in mijn eentje een paar maanden rond ga rijden, dan kan ik iets doen wat ik altijd al wilde doen. Dus ik kan een plaat maken. Onderweg. Auto vol met... Opnameapparatuur en uh, ik wilde vooral geen boek schrijven, um, maar tijdens die reis gebeurden er een paar dingen. Ik bezocht heel veel plekken die uh, te maken hadden met leven en sterven van helden, F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Jeff Buckley, de plek waar Jeff Buckley is verdronken. Ben ik geweest, Kurt Cobain. Ook. Kurt Cobain, uh, allemaal mannen die voortijdig zijn overleden. Uh, en ik begon daar al een beetje over na te denken. Op een zeker moment was ik vijf dagen in Wyoming. En die dagen vielen rond mijn verjaardag. En mijn verjaardag is al sinds mijn achtste vastgeklonken aan het overlijden van mijn vader. Mijn vader is twee dagen voor mijn achtste verjaardag overleden. De dag na mijn achtste verjaardag begraven. Uh, maar dat was de, eigenlijk de eerste keer dat ik tijd en ruimte had. Die vijf dagen. Wyoming is heel erg leeg. Je zit in je eentje in de auto, veel rijden. Om. Na te denken over die man en die dag of die dagen daaromheen. En wat dat betekend heeft en wie die man was. En, uh, en toen kwam, kwamen al die bezoekjes aan al die plekken van jong gestorven helden in een heel ander licht te staan. En toen ben ik toch een boek gaan schrijven. Want ja, daar, zat, daar zat iets waar ik iets mee moest. Mm -hmm. um, ook, dat, ja. ook muziek. Je hebt ook muziek gemaakt, want achteraan in het boek zit ook de CD met, met ja. een aantal liederen. De tekst daarvan vinden we ook terug in, uh, in het boek. Wat leuk is voor de lezer, vind ik. Ja, je bent aan het luisteren naar de muziek en je kan ondertussen de tekst meelezen. Ja, ja, ik vind het fijn dat je het leuk vindt. Ja, ik kan me, ik kan me ook voorstellen, namelijk, ja, ik, niet weer om iets negatiefs over mezelf te zeggen, maar ik kan, uh, ik kan me ook voorstellen dat er lezers zijn die denken, ja, wat denkt die vent wel niet? En, en die denkt dat hij kan schrijven, maar die denkt dan. Er is ooit een keer een hele nare recensie over mijn werk geschreven. En die begon met deze zin: Huls is een talent, of beter gezegd, hij kan twee dingen niet: schrijven en muziek maken. <laughs> Eén ster. Daar had ik echt heel, aardig, heel erg veel last van. Ja, het maar ook omdat het, er, omdat het prikt in iets waar je, waarvan je zelf denkt: oh, misschien is het wel waar. Hmm. Um, maar ik ben blij dat je het, dat je, blij dat je het ja, leuk vond. U, u, ja, u doet het in, ook in, in wolfskleren. Voor wolfskleren heeft u ook ja, over, als dat, als over dat, dat over boekje. Dat, dat ging over dat boekje. Ja. Dat boekje is ook niet zo goed. Dat ja. geef ik meteen toe. Um, ja, ik heb het gelezen. U vindt het zelf stilistisch nogal aan de wilde kant. De wilde kant. Uh, ja. ja okay. All over the place. Uh, ja. Maar, maar uh, we zullen het verder niet hebben dan over dat boek, maar dan over uw muziek wel. Uh, u hebt ook een, een muziekgroep waar u, waar u uh, mee optreedt. Ja, uh, met, met mijn broer, want ik maak dus al mijn hele, we maken inmiddels iets anders dan aanstootgevende electro De teksten kunnen gewoon. Ja, Singer-songwriter. Ja, met wat uh, met indie invloeden en, en reggae invloeden en van alles en nog wat filmmuziek invloeden. Uh, we hebben toevallig op mijn bruiloft voor het eerst sinds heel lang weer in de originele bezetting kunnen spelen, omdat mijn broer die was dus zeven jaar in Myanmar en die was weer terug na de militaire coup daar. Dus uh, als het goed is komt er binnenkort weer een plaat uit, want we hebben een plaat af. Mm -hmm. Ja, muziek is toch ook wel een constante in uw werk, hè? Ja, en voor mij zijn die dingen ook heel erg verwant, muziek en uh, literatuur. Um, als ik schrijf, dan... Ja, het is, heel, het is heel raar, maar ik praat dus hardop mee tegen mijn computer. Daarom verdraag ik ook niemand anders in de ruimte, want dan, dan denk ik dan dat ik gek ben. Um, want dan als je hardop leest wat je aan het schrijven bent, voel je meteen of, het, of de klankkleur, de melodie, het ritme, of al die muzikale elementen, of die kloppen. Um, en dan kun je ook meteen ingrijpen als het, als het hapert. Als het, uh, want er zijn, er zijn woorden waarvan je pas hoort hoe lelijk ze zijn. Op het moment dat je ze uitspreekt. Er zijn zinnen waar je pas merkt hoe. Um, zin, zinnen die struikelen uh, omdat ze te lang zijn of uh, te, te verkeerd, verkeerd onderverdeeld of, of whatever. Uh, al, die, al, die, al die muzikale aspecten vind ik heel belangrijk. Dus voor mij zijn die twee dingen niet. Daarom vind ik het, het woord uh, multitalent sowieso heel irritant. Maar ook daarom, omdat ik denk dat alle kunst eigenlijk een, uh, een uiting is, een andere uiting is van hetzelfde talent. Ja. Mm -hmm. yeah. Oké. Okay. Um, en dan was er dat boek Kinderen van het Reugenland. Het is hier al uh, aangehaald. Een, een over, over. autobiografische roman toch wel, hè, in 2012 uitgekomen? Sorry, ik gooi had, je klok op de grond. Ja. Dat is al het tweede wat ik vandaag. Ik had mezelf ook al, mijn, mijn, mijn aankondiging van mezelf buiten ook al omgegooid. Ik ben niet zo handig. Ja. Ja, met dat boek, had u eindelijk genoeg afstand kunnen nemen van, van, van uw jeugd om ook de schoonheid en de goede herinneringen ja. uh, van die moeilijke tijd neer te schrijven? Ja, nou dat is wat ik net zei over niet genoeg afstand van, een, van materie hebben. Uh -huh. uh, dit, dat boek was voor mij wel een, een, uh, uh, ik, wel een wijze les. Ik was eigenlijk al veel eerder door een uitgever gevraagd om een boek over mijn jeugd te schrijven. Ik, had als, ik was een, lang geleden ook uh, filmjournalist en ik had een stuk geschreven over een uh, hele mooie Japanse film die Nobody Knows heet, die ik iedereen kan aanraden. En die film gaat over vier kinderen die in de steek worden gelaten door een onverantwoordelijke moeder in, in waarschijnlijk Tokio. Er wordt nooit gezegd welke stad het is, maakt niet uit. Uh, en die film die raakte mij heel erg om begrijpelijke redenen. Mm -hmm. En daar heb ik toen een stuk over geschreven. En het, het, het grappige is dat als je uh, blijk geeft van dat er ergens een persoonlijk verhaal ligt, dan krijg je een uitgever aan de telefoon. En dat gebeurde, maar dat was in 2004, 2005 en het boek is uit 2012. Want ik voelde meteen: het is te vroeg. Ik, kan nog niet, ik ben nog lang niet ontwikkeld genoeg als schrijver. Want um, eigenlijk is autobiografisch materiaal hanteren heel erg moeilijk. Dat vergt veel schrijverschap. En daarom is het ook zo raar dat veel schrijvers debuteren met een autobiografisch boek. Uh, maar ik was ook emotioneel nog helemaal niet daar. Ik was nog te boos, bijvoorbeeld. Uh, dus ik heb geduld, ge geduld betracht. Ik heb eerst andere boeken geschreven. En ik, heb, uh, en ik ben tot rust gekomen, denk ik. En een beetje afstand. Met, met dat boek. Ja, en daardoor. Nu ga ik iets positiefs over mijn gewerkt zeggen. Wat ik denk wat heel goed gelukt is in Kinderen van het land, is. Het treffen van een balans tussen de, de schoonheid en de prijs van een onveilige jeugd. Niet alleen maar van, oh het is zo verschrikkelijk. Maar ook, er is ook winst. En uh, het is, het, er is ook humor. En er is ook uh, liefde. Uh, er zijn ook heel veel mooie dingen. Um, en ik was wel op het punt gekomen dat ik dat evenwichtig kon vatten, denk ik. Ja, uw vader komt, komt heel regelmatig voor in uw werk. Uw moeder ook, vooral in dit boek, maar verder nog niet. Uh, nou, kijk, in dat laatste boek zit ook een moeder. Hè? Mm -hmm. <laughs> ja, die lijkt wel een beetje op mijn moeder hoor. Uh, Oké, okay. <laughs> maar ik denk dat daar ook nog veel verhalen in zitten. Oh, ik kan je een verhaal vertellen, joh. <laughs> Oké, okay, mag ik een, een anekdote vertellen? Oh, dit wordt uitgezonden, hè? Dit wordt opgenomen. Nee, ik kan deze anekdote niet vertellen. Nee, oké. Okay. Oh, dit, 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 dit is heel bruut van mij, maar ik kan een hele ontluisterende, grappige anekdote nu vertellen, maar ik wil ik niet online hebben. Ja, oké. Okay. Okay. <laughs> um... Jij weet wat ik bedoel, hè? Ja, jij weet wat ik bedoel. Oké. Okay thematisch grijpt u ook vaak terug naar, naar dat gasbelgebied, die Oost-Groningen waar u, waar u woonde, waar u bent opgegroeid. Vertelt u eens hoe het eruit zag en wat er aan de hand is. Ik denk in Vlaanderen weet men niet zo wat daar gebeurt. Oké, okay, in 1959 is er een hele grote, is eigenlijk het Groningse grootste gasveld van Europa gevonden onder de Groningse grond. Dat is deels zandgrond, deels kleigrond. Um, nou, en dat zijn we gaan oppompen. Uh, dat dat Groningen, die, die, die een beetje die oostelijke kant van Groningen is, van oudsher een heel arm gebied. Uh, het is een gebied van, eigenlijk van uitbuiting geweest altijd. Uh, Herenboeren die, die uh, landarbeiders uitbuiten, uh, ter, arme turfstekers, uh, allemaal dat soort dingen. En die, die geschiedenis herhaalt zich eigenlijk in het gaswinningsgebied. Er wordt, ik geloof dat er inmiddels 350 miljard, 400 miljard. Uh, euro uit de grond is getrokken. Het enorme, het grotendeels naar de. Uh, de dat is verdeeld door Shell, ESSO en de Nederlandse staat. Dus er zijn. nou, er zijn bepaalde bedrijven en de Nederlandse staat is er heel erg rijk van geworden. En er is heel erg weinig van teruggevloeid naar Groningen. Eigenlijk bijna niks. Nog steeds een heel arm gebied. Uh, en dat kan omdat je voor gaswinning eigenlijk heel weinig personeel nodig hebt, bijvoorbeeld. Dus heel weinig werkgelegenheid levert het op. Hoe ziet het eruit? Het is een vlak land. Groningen is heel vlak. En dan uh, binnen de, uh, op dat land zie je zo nu en dan een soort van, wat ik dan maar als buitenaardse basis beschrijf. Uh, installaties met afvakkultorens. En dat is waar het gebeurt. Uh, er staan hekken omheen. Je komt er eigenlijk nooit, je komt er nooit dichtbij. Uh, het is soort van het staat in het land, maar het staat buiten het land. Dat is dus decennia zo gegaan. En vanaf um, eind jaren negentig begonnen de geruchten te ontstaan dat de grond aan het verzakken was doordat er gas uit is gehaald en dat de mensen scheuren in hun huizen hadden. En dat werd in eerste instantie zei de overheid: nou ja, dat komt door de, uh, moet je bij het waterschap zijn. Dat komt misschien door de waterstand. Bla 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 bla. Uh, totdat er aardbevingen begonnen te gebeuren. Steeds zwaardere. En in 2012 was dat de zwaarste aardbeving bij huizingen. Uh, inmiddels. Um, een, een, een dorpje vlakbij waar ik ben opgegroeid. Een dorpje dat overschild heet. Daar wonen. Uh, daar, daar wonen iets van. Uh, nou 500 mensen. Er staan iets van 250 huizen. Daarvan hebben ze er 120 moeten afbreken. Uh, het. Dus, en schild heeft gewoon de pech dat het op zwakke kleingrond staat, dan ben je de jaak. Er is dus heel veel, heel veel mensen hebben schade. Sommige huizen zijn onbewoonbaar geworden, moeten opnieuw. Heel veel leed, heel veel onveiligheid. En vervolgens daarbij het uh, extra leed van gecoëneerd worden door de overheid, die ontkent, die heel erg lang draalt met het vergoeden van schade, die. Uh, dus er is, is een enorme woede en, um, en verdriet ook in dat gebied. De, ook omdat het natuurlijk weer die oude geschiedenis van eeuwen uitbuiting zich weer herhaalt. Mm -hmm. uh, en dat is de situatie in Groningen momenteel. U keert zelf regelmatig terug naar die plek? Jazeker. Uh, ten eerste, mijn, mijn zus woont, woont daar nog gewoon. Dus ik kom daar. En uh, ik kom er ook graag. Ik moet zeggen, dat het is een heel mooi gebied. Hmm. Ik, kan het, ik, kan even, ik kan het jullie aanraden voor een, voor een tripje. Het is prachtig. Ja. Uh, ja, in uw laatste boek gaat het personage ook regelmatig terug naar de. Klopt, maar daar is iets gebeurd. Ja. Er, zijn, er zijn politici in Nederland, vooral flink ter rechterzijde, die hebben gezegd: Weet je, maar er zit, want, want de gaskraan is nu zo goed als dichtgedraaid om de mensen te beschermen en omdat er heel veel druk is. Maar er zijn ook politici die vinden, draai die gaskraan maar helemaal open, haal al het gas eruit, er is heel veel geld, er zitten nog honderden miljarden in de grond, en evacueer die mensen gewoon, geef ze wat geld, haal ze daar weg. Wat natuurlijk, alsof die mensen daar niet geworteld zijn, daar geen geschiedenis hebben, geen cultuur hebben. Uh, en in, in mijn laatste boek, dat speelt in het jaar 2032, is dat ook gebeurd. Dus dat het aardbevingsgebied van nu is, he is helemaal leeggehaald. Ergere aardbevingen, derhalve. Alle mensen zijn geëvacueerd. Het is een, een, het heet een exclusiezone geworden. Wat je ook rond Tsjernobyl hebt. Een gebied waar je niet mag komen. Um, maar de verteller van dit boek, um, en daar gaan we het straks vast over hebben, ja. die gaat met zijn dochter daar stiekem. Op vakantie, want die is daar opgegroeid en die wil laten zien aan zijn dochtertje hoe het daar is. Mm -hmm. um, ja. En dan zijn we bij science fiction terechtgekomen. Ja. Um, uw eerste echte science fiction boek is eigenlijk Slaapzacht, Johnny Idaho. Ja. Um, dit boek, hoewel gesitueerd in een parallelle werkelijkheid, gaat over het hier en het nu. Hè, de wereld waarin de macht van bedrijven die van nazistaten uh, overstijgt. U schetst hier een, een samenleving ook die griezelig veel lijkt op de onze. En um, ik zie daar in dat boek ook vooral uw maatschappijkritiek. Ja. Wat ik wat ik met dat boek wilde: het, het is een boek dat speelt op een uh, archipel van kunstmatige eilanden in de Stille Oceaan. Uh, waar uh, op, op die eilanden zijn grote bedrijven van de wereld eigenlijk voor zichzelf begonnen. Die hebben de conclusie getrokken: ja, we kunnen nou wel belasting betalen en zo, maar waarom zouden we? We bouwen gewoon ons eigen land en iedereen kan de boom in, eigenlijk. En op, op die archipel, waar dus een nieuwe soort van samenleving is ontstaan, daar speelt dat boek. Uh, en het gaat, het gaat dus evident over um, wat ik een hele kwalijke manier van denken vind, die bij grote bedrijven heerst. Want dit is eigenlijk een extreem, dit is de extreme vorm van iets wat bedrijven al lang doen: die verplaatsen geld over de wereld zodat ze geen belasting hoeven te betalen en zo. Um, maar het gaat het gaat ook over. Het boek gaat over drie mensen, eigenlijk die allemaal een andere sociaal-economische klasse representeren. En wat ik wilde laten zien was dat zo'n wereld, een wereld met hele strenge surveillance, uh, enorme uh, economische ongelijkheid, eigenlijk de wereld die wij aan het bouwen zijn momenteel. Uh, dat voor in welke klasse je ook zit dat een heel eenzaam en onaangenaam, uh, onaangenaam wereld is. Want ook de, de, een van de drie hoofdpersonen die heel rijk is, is ook heel eenzaam. Iedereen wordt er eenzaam van. Dus dat is denk ik misschien nog mijn grootste kritiek op de wereld die we aan het bouwen zijn. Is dat we uh, de on, het ontmenselijkende ervan... Ja. In dat boek lezen we een beetje onrust over de toekomst bij u. Ja, hebben jullie geen onrust over de toekomst? Wie heeft, hier, wie heeft er geen onrust over de toekomst? Handen. Geen, nou, toch, wie is optimistisch? Iemand? En B, ja. Twee, Luc natuurlijk. Ik kan niet anders verwachten, Luc. Drie, dat zijn. Kijk, dat is denk dat het wel een, een breed. breed ja, maar levend. ook politiek bijvoorbeeld. In Nederland, op een bepaald moment, hebt u een aantal schrijvers ook verzameld om een boekje te schrijven over de politieke toestand in Amerika dan vooral. Maar ook over de, over de hele wereld waar u zich zorgen over maakt. Ja, dat was nadat Donald Trump werd gekozen. Dat schrok ik. Hoewel ik toen ik de uh, motelsongs aan het maken was, dat was tijden, toen reed ik door Amerika tijdens de verkiezingscampagne van 2016. En hier leefde toen nog het idee naar nou die Trump die is kansloos. Maar ik kwam in al die staten, al die, 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 kijk, wij krijgen het nieuws van de, van de Amerikaanse kusten, die zijn vrij liberaal. Maar ik kwam in al die andere staten en ik dacht, oh, oh, dit is uh, linkersoep. Uh, en toen werd hij dus gekozen, maar toen was het in het begin was er ook nog de hele tijd, misschien herinneren jullie dat van, uh, ja nu die president is wordt, gaat hij zich wel presidential, he will make the pivot to private presidential en geef die man een kans. en ik dacht alleen maar, maar dit is gewoon een fascist. Mm -hmm. waarom zien jullie dit nou niet? dus ik was best wel een beetje in paniek ervan. en toen uh, dacht ik ja, wat, wat, wat kan ik kan niks, ik kan niks, ik kan niks. en toen wilde ik dus iets doen en toen heb ik wat uh, een, 25, 24 schrijvers verzameld. die ook in paniek waren. met het verzoek om over de, die toekomst. die ons mogelijk wacht. als dit zo doorgaat, zoals dat boek heet. iets te schrijven. Mm. Ja, Amerika, fascineert u. in die zin zelf dat u een boek schrijft. over Richard Nixon? Uh, ja, Richard Nixon is een uh, heel erg interessant iemand. Um, maar. Eigenlijk is dat boek best wel autobiografisch. Ja. Ja, er zijn veel elementen uit zijn leven die, die ja, uit ik, ik, uw, uw leven hebt gehaald. Ik vind Nixon al heel erg, lang, heel erg interessant en ik lees allemaal dingen over hem al heel lang. En, maar ik ben op een zeker moment gaan nadenken over... waarom vind ik Richard Nixon nou zo interessant? Wat, wat raakt hij bij mij? Uh, en dat zijn, dat zijn wel hele specifieke elementen. Nixon komt uit een heel arm gezin. Een arm gezin waar... Dood van zijn broers. Een enorme schaduw over de sfeer thuis. Dus dit is een gezin, een arm gezin waar de dood een hele grote rol heeft gespeeld. En hij heeft altijd. Hij gaat op een zeker moment naar uh, Washington als, uh, als afgevaardigde. Uh, en hij komt daar in kringen van um, mensen uit politieke dynastieën, rijke families. En hij is gewoon echt heel anders. En hij voelt, zich, hij voelt zich ook anders. En hij voelt zich ook nooit geaccepteerd. En hij is ook lichtelijk paranoïde. En dat lichtelijk wordt steeds erger. Hij is iemand die zichzelf kapot maakt door zijn eigen kleinheidsgedachten. En die kleinheidsgedachten, die ken ik. Uh, alleen ik heb mezelf niet kapot gemaakt. Maar ik, vond het, ik, ik, ik herkende heel veel van, Ik herken in zijn biografie heel veel van. Uh, heel veel. Psychologische processen die ik uit mijn eigen leven ken. En dat vond ik wel een interessant uh, uitgangspunt om, te, om een genuanceerd portret van zijn psychologie te schrijven. Want het, wij hebben natuurlijk nu gewoon een beeld van Nixon. een deugt niet. Nixon is een crook. Uh, eerste president die uh, is afgezet. Hoewel hij eigenlijk is afgetreden, maar de afzetting hing in de lucht. Um, maar gewoon als, als romanpersonage. Extreem interessant, beetje zoals Ronaldo bijvoorbeeld een heel interessant romanpersonage is. Daar kan ik ook een verhaal over vertellen. Iedereen denkt, die Ro Ronaldo, ik ga toch even voetbal hebben, sorry. Cristiano <laughs> Ronaldo. Iedereen, denkt, wat is dat voor een arrogante kwezel? Wat een onmogelijke, zelfgerichte, arrogante vent. Ga ik iets vertellen over de achtergrond van Ronaldo. Ronaldo geboren op Madeira, uh, ongewenst kind. Van een alcoholistische vader en een moeder die hem niet wilde. Zijn moeder. heeft. toen ze zwanger was van hem. ging ze tot uitputtings toe rennen. om te proberen een, een miskraam op te wekken. En Ronaldo weet dit allemaal. Hè. Zijn vader is inmiddels. jong overleden, aan de drank. Ronaldo is iemand die al zijn hele leven. bezig is. met zijn bestaansrecht. te bewijzen. En dat. Doet hij op een hele onaangename manier, maar de achtergrond ervan is wel in voelbaarheid. Ik vind dat het, het zijn hele gedrag in een ander licht plaatst. Ik had al gewaarschuwd dat ik met de zijde zou komen. Ja, we hadden Excuus. in het voorgesprek ook al even over de voetbal, en de match die eraan komt vandaag. We moeten dringend naar het laatste boek ja. dat u hebt geschreven, waarvan ik vermoed dat toch een aantal mensen hier in de zaal het misschien wel gelezen hebben, want daardoor bent u nu in Vlaanderen al uh, meerdere keren uitgenodigd. Uh, misschien moet u eens in het kort vertellen waarover het boek ja. gaat. Um, de Mitsoukoji Troost Baby Company gaat eigenlijk over het onvermogen je ergens bij neer te leggen. De, uh, het bestaat uit twee boeken. Het, uh, het speelt in het jaar 2032. En het, laat ik zeggen, de hoofdmoot van het boek is een soort van dagboek, logboek, uh, privé-domeinachtig verhaal. Van een uh, schrijver, een science-fiction-schrijver die Auke van der Hulst heet. En niet Auke Hulst, maar Auke van der Hulst. Oftewel, ik ben het, maar net niet. Uh, en deze Auke van der Hulst had ooit bijna een kind. Met een. In een, binnen een hele moeilijke relatie. En uh, dat is door een besluit van zijn toenmalige vriendin niet doorgegaan. Dit is een autobiografisch gegeven. En hoewel deze persoon helemaal pro-abortusrecht uh, pro is en dat, dat besluit steunt. heeft hij er toch redeloos veel verdriet van. Nou, redeloos. Ja, meer, misschien wel meer verdriet dan, dan gerechtvaardigd is. Uh, hij kan niet met dat verdriet omgaan en heeft een oplossing voor zichzelf bedacht. En dat is namelijk dat hij in Japan een robotkind koopt. Ze heet Scotty, Scotty is zeven. Scotty is de held van het boek. Um, dit is één manier van je niet ergens niet bij neerleggen. Maar ondertussen, en dat is het boek binnen het boek, schrijft hij ook nog een boek. De tijdreisroman, De Lasso van de Tijd, waarin het alter ego van Auker van der Hulst. Dit gaat ingewikkelder klinken dan het is. Uh, steeds weer terugreist in de tijd om te kijken of hij de loop van de geschiedenis zo kan veranderen. dat de uitkomst anders is en dat hij toch vader wordt. Uh, wat dus ook een manier is om je weer ergens niet bij neer te leggen. Um, dat is waar het over gaat. Mm -hmm. Um. En, en de, de, uiteindelijk blijkt het natuurlijk allemaal niet echt te werken. Met dit <laughs> Ik ben de vader die niet werkt. Beschrijf je wat iets anders is dan iemand zijn zonder kinderen. Ik, kind zonder vader, nu vader zonder kind. Dat is ook een thema dat. Heel zelden wordt aangeraakt in de literatuur. Het verdriet van een vader als er een abortus geweest is. Ja, en ik snap dat ergens ook wel. En ik heb daar ook mee geworsteld. Op, überhaupt of ik dit kan, moet, mag schrijven. Uh, omdat het zeker steeds meer, ook voor zo politiek, zo'n precair onderwerp is. Um, ik ken best wel veel. Mannen die iets soortgelijks hebben meegemaakt. En dat kan dan zijn een, 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 een abortus. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn een abortus om, om hele dwingende medische redenen. of een doodgeboorte. of in elk geval het verlies van een ongeboren kind in aanbouw. Um, en dat is iets waar mannen het niet over hebben. En dat heeft deels te maken met hoe mannen zijn, denk ik. Maar het heeft ook te maken met een gevoel van het is niet mijn plaats. Uh, ik moet me bescheiden opstellen hierin. Mijn verdriet is onvergelijkbaar met het verdriet van de ander. Uh, wat ik heel ongezond vind. Uh, maar het heeft ook te maken met de uh, politieke discussie rond dit onderwerp. Wat, ik, wat je niet wil en waar ik dus mee heb geworsteld is. Als je het over dat verdriet gaat hebben, geef je dan munitie aan tegenstanders, aan anti-abortusactivisten. Uh, en ik heb er heel hard mijn best gedaan om geprobeerd het zo genuanceerd en toch ook duidelijk op te schrijven dat het, dat, 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 dat niet mogelijk is hiermee. En volgens mij is dat wel gelukt, heb ik de indruk. Um, anti-abortusactivisten. Daar kun je heel veel over zeggen. Uh, even los van, ik denk, je hebt natuurlijk het recht om dat te vinden, dat je er tegen bent. De manier waarop uh, anti-abortie-activisten activi vaak die discussie voeren, best wel militant. En ook uh, nou ja, door plastic foetussen bij mensen in de brievenbus te gooien en al dat soort dingen. Uh, ik ben een beetje boos op ze. En dat is omdat ze mensen iets ontnemen. Door die angst om hen van munitie te voorzien. Uh, kom je niet toe aan een genuanceerd gesprek erover en ook niet toe aan een gezonde verwerking van het verdriet? Dat is wat, wat iedereen wordt afgenomen door de manier waarop die discussie wordt gevoerd. Um, dat is denk ik toch ook wel een van de redenen waarom ik dit boek toch gepubliceerd heb, uiteindelijk. Mm -hmm. Het gaat ook veel over schrijven, hè? Het gaat ook veel over schrijven, ja. Ja. Er, zitten, er zitten daar twee grote verhalen in. Um, als, al, hoe, hoe hebt u dat boek geschreven? Heeft u de eerste afzonderlijke verhalen geschreven... of heeft u tegelijkertijd de, de beide in elkaar... Ge... Totale chaos. Mm -hmm. um, ik werk een, een beetje... Um, je hebt schrijvers die werken heel gestructureerd. Die hebben, die hebben ook uh, allemaal plakkertjes aan de muur hangen... die hebben allemaal verhaallijnen en alles is precies... Geconstrueerd in die volgende plan. Uh, bij mij is het zo dat boeken eerst jaren gisten, liggen te gisten in mijn hoofd, tot ik het punt bereikt is, en dat zijn er ook meerdere tegelijk. Dus ik weet nu al, voor de volgende vier boeken weet ik al wat het gaat worden. Tenminste, welke het gaan worden, maar ik weet nog niet, ze zijn nog aan het gisten. Mm -hmm. En op een zeker moment is er eentje rijp en dan. Komt het moment van plukken. Maar dan weet ik wel al. wat de constructie is ongeveer. en wat de toon is. De toon is het belangrijkst. Uh, en doordat ik dat dan al heel goed weet. kan ik. Uh, eigenlijk. Uh, kan ik het uh, totaal chaotisch schrijven. Want ik weet wel ongeveer wat waar hoort. Dus. Uh, ik kan dan schrijven waar, uh, waar ik op dat moment. de inspiratie voor heb. Welk deel? Dat stuk. Dus er zit geen orde in. We moeten het nog even... We zijn bijna... Uh, het is eigenlijk al tijd, maar we gaan nog eventjes verder. Ik wil het zeker nog eventjes hebben over die science fiction. Ja. Uh, waar u een hevige verdediger van bent, um, maar niet met het idee die veel mensen hebben over science fiction, Star Wars en zo verder. U, u, u mag nu de science fiction schrijver verdedigen. Oké, okay, de goede science fiction, wat ik daar, wat ik daar fijn aan vind, zelf... Uh, en ik zal twee voorbeelden geven van boeken die dat, die dat bewijzen, wat ik nu ga zeggen. Uh, het, zijn, uh, um, het zijn experimentele testopstellingen. En die experimentele testopstellingen geven je de mogelijkheid om een onderwerp op een nieuwe manier te onderzoeken. Hier maak ik eigenlijk in, in de Mitsukoshi Troost Baby Company zijn twee, twee experimentele testopstellingen. Een vader en een robotkind en een tijdreisroman. En die geven mij twee verschillende manieren om naar dat uh, onderwerp het, het onvermogen ergens bij neer te leggen te kijken. Uh, het is filosofisch, het is filosofische literatuur als in, in, als, het als het goed, goed als het goed gedaan is. En, en ik, ik ga één voorbeeld geven, want we zitten echt krap aan de tijd. <laughs> um, Nee, ik ga toch twee voorbeelden geven. Je hebt een, een, een boek van Octavia Butler uit de jaren zeventig. Dat boek heet Kindred. Ik kan het iedereen aanraden? Raden. Uh, Octavia Butler, zwarte schrijfster, um, geschreven in de jaren zeventig. Het is een boek over een zwarte schrijfster die uh, onwillekeurig, zonder dat ze daar zelf controle over heeft, terugreist in de tijd en belandt op de plantage waar haar voorouders gevangen zitten. En zij doet dat op een manier waardoor um, die tijd van de slavernij heel erg dichtbij voelt. Maar dat is ook zo, want er zijn namelijk maar een paar generaties. En door dat op die manier te doen, laat ze die nabijheid zien op een manier die je op een normale manier niet kan laten zien. Een hele indringende manier. Ander voorbeeld, er is een roman uit de jaren 60 van Walter Tavis. We kennen Walter Tevis tegenwoordig vooral van uh, *Queens Gambit*, een Netflix-serie, is gebaseerd op een boek van hem, en van de oude film *The Hustler* met uh, Paul Newman, wat ook gebaseerd is op een boek van hem. Uh, Walter Tevis heeft in de jaren 60 een boek geschreven dat heet *The Man Who Fell to Earth*, uh, ook verfilmd. *The Man Who Fell to Earth* gaat over een man van waarschijnlijk Mars, wordt niet gezegd, uh, van een ster, die, uh, een lid van een uh, uitstervende uh, Beschaving en die wordt naar de aarde gezonden om te kijken of daar kennis is, mogelijkheden zijn om de beschaving te redden. Maar dat is niet waar het boek over gaat. Deze man ziet er best wel menselijk uit, dat is gewoon een soort van hele bleke, ielige man. Doordat hij op aarde is, op Mars is de um, zwaartekracht veel lager en het is er veel kouder. Het gevolg daarvan is dat deze man van Mars op aarde de hele tijd heel heet heeft en heel moe is en altijd pijn heeft want het zijn onaangename omstandigheden om te leven als je anders en zijn oplossing is drinken het is een boek over alcoholisme hoe je als je het gevoel hebt niet op deze wereld te horen jezelf medie uh, uh, je, jezelf met uh, to medicate yourself voorzichtig in het Nederlands maar niet uit um, met drank. Walter Tevis was een ontzettende alcoholist. Hij heeft ook na dat boek 17 jaar niet geschreven door zijn alcoholisme. Hij heeft een vorm gevonden om het over de essentie van zijn alcoholisme te hebben, namelijk het gevoel niet op de wereld te horen. En dat vind ik zo sterk. Mm -hmm. uh, men ziet wel. De laatste jaren dat toch stilletjes aan uh, science-fiction in de literatuur terechtkomt. Ook in de Nederlandstalige literatuur bij u in de eerste plaats. Maar ook bij Rob van Essen bijvoorbeeld. Uh, we hebben ook Adriaan van Dis, Hanne Berfoets, zo stilletjes ja. aan. Is het ook een manier bijvoorbeeld om over de toekomstige tijd na te denken? Uh, ja, ik denk voor heel veel schrijvers wel. Om de, dat is natuurlijk waar we nu de hele tijd mee bezig zijn. Omdat er ons van alles te wachten staat. En... Um, ik vind dat trouwens wel dat wat ons te wachten staat, de klimaatcatastrofe. Dat is wel een interessante qua science fiction, omdat... Uh, ergens zie je ook wel weer de beperking. En dat is dat iets wat zo groot en zo ons leven overstijgend is, is heel moeilijk om over te schrijven, ook in die vorm. Mm -hmm. nee, maar dat is wel de reden, denk ik, ja. Ik wil eigenlijk zo min mogelijk over de roman zeggen. erover Spreken behekst de zaak... En zo verder. Kan u toch nog vertellen wat er zo allemaal in de pijplijn zit? Nee. Oké. Sorry. Nee, daar ben ik heel streng in, altijd. Ja, oké. Dus dan kunnen we dit gesprek hier ook beëindigen, denk ik. Hè? Ik ja. wens u alleszins nog veel succes met de andere boeken. En uh, voor de mensen die toch nog een beetje argwanig zijn over de science fiction, um, zou ik toch aanraden om het laatste boek van Aukerhulst uh, ter hand te nemen en te lezen. Het um, is te koop hier. Ja. <laughs> Dankjewel, Oke Hulst om uh, naar Gent te komen. Nou, je was hier al op je vier jaar, ook, uh, ook al eens langsgekomen. Um, tot hier de paarse, paarse zetellezing van vandaag. Over veertien dagen zijn we terug. Dan is Alexander Skorobogatov uh, mijn gast. Uh, de lezing is wel volzet normaal gezien, uh, maar uh, je weet maar nooit dat je dan toch nog binnen geraakt. Maar ik eindig zoals u weet graag met de woorden van mijn gast van vandaag. Dit is wat ik geloof. Dat de pen gemaakt is om mee te peuteren, vernis mee weg te krabben, menselijkheid mee te ontsluieren. Literatuur kan isolement opheffen, zeker in deze tijd waarin politiek leeft bij het vermogen mensen uiteen te drijven met het doel, het, met het doel ze tot angstige hordes te smeden. Ik dank u. Dank jullie wel.